Jan Oosterbaan. Ja, sir. Even storen, want ik weet niet of het gelegen komt. Gewoon gelegen. Maar... Gewoon gelegen. Levende legende die het nodig vond, hoogste tijd, nee zelfs veel later al, om even wat agitprop van zich af te schrijven. Even zingen te effenen, recht te zetten. Ja, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk al die jaren in de bias gezeten voor een zaak wat ik niet gedaan heb. 6 jaar in totaal? Ja, het was 15 jaar de zaak. Na 3 jaar procederen we 9 jaar. En ik heb totaal 6 jaar gezeten voor de zaak. Maar ja, het was niet mijn ding, weet je wel. En, ja, en wat we nou eigenlijk... Zogenaamd de vermoordenaar van John Smit. Ja. Puur uit de stad. Ja, om die zaak ging het natuurlijk. En ik... Vermoord in het toilet? In het kruimeltje. Ik heb mijn bek gehouden tegen het parkeert. Ik wist natuurlijk net al hoe het een beetje in elkaar zat. Dan gaat het niet. En pannenkoek heb ik natuurlijk niet voor mijn vrouw en kinderen gezorgd, terwijl ik voor hem binnen zat. De hazellip hebben we het over. Over hazellip, ja, zeker. Ja. Ja. Had je 1 teken aan de wand, dan 10 aan je been mee, maar wat moeten we hier dan uit begrijpen dat dit verhaal nu in dit boek beschreven wordt? Nou, weet je wat? Met nog meer misdaden die je gepleegd hebt. Misschien maar je wil afrekenen. Nou, het is eigenlijk zo, de aanleiding was natuurlijk dat het me irriteert natuurlijk, hè, dat al die jaren dat ik 17 jaar ben overrijden, dat er nooit een tegemoetkoming is geweest ofzo, dat ik mijn bek gehouden heb voor die gozer en dat ik niet voor vrouwen en kinderen heb gezorgd, dat irriteerde me. Dus, dat je ongeschreven werd, hè? Ja, ongeschreven werd, 100%. Dus ik heb dit zo het boek aangepakt om zeg maar toch maar een beetje biografie en gelijk dit voor de mensen die altijd met een scheef oog naar me gekeken hebben van oei, die zat niet in die zaak, weet je wel. En nou kunnen ze lezen van... Probeer je een beetje ermee uit de tent te lokken, om een boek te laten doen op de een of andere manier? Nee, helemaal niet. Ik noem me niet voor niks hazellip. Ik geef geen mensen aan. Dat doe ik nu nog niet. Ik blijf me hazellip noemen. Ja, ze zijn wel een beetje irritant op Facebook bezig. Dus dat is wel... dat kunnen ze beter niet doen. Want zijn zaak verjaart ook niet. Dus ze kunnen beter de bek houden natuurlijk. Ik ga hem niet aangeven, maar ja... Als ze door dit doen, doen ze zichzelf aangeven, ja, dan doen ze het niet goed, denk ik. Je wil op jouw manier wil je in ieder geval een verklaring geven voor ook je misstappen en hoe je leven in elkaar stak. Nee joh, misstappen ben je gek. Dit was mijn leven. En, je hebt klokjes gestolen, ja, tuurlijk, schapen boven water gekomen omdat je niet wist dat de videocamera hing. Daarom, dus dat is allemaal gedaan allemaal en iedereen weet het, iedereen kent mijn leven een beetje, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb ook een sportschool met 1100 leden. Nou ja, als ik ze echt zo klootzak was geweest, sturen die ouders hun kinderen in de meid toe natuurlijk. Dus daar gaat het ook helemaal niet. Dus, maar één keer misdadiger is altijd een misdadiger, hè? Ja, maar dat geeft ook niet. Ik bedoel, ik leef probeer ook... je daar ook enigszins mee in het reinen te komen? Nee, te laten merken dat de mensen van joh. Nee, totaal niet. Ik zit er verder niet mee. Ik ben op het averechtse pad ben ik echt doorgegaan. Ik heb een mooie sportschool en daar doe ik het lekker mee. En ik leef niet voor de buitenwereld. Een shop, toch? Nee, dat is van mijn maatje. Dat is van mijn maatje. Ja, Dutch Inc is van mijn maat. Ja, waanzinnig. Waanzinnig bedrijf natuurlijk. En hoe beviel het scheiden? Het was intensief. We zijn meer dan een jaar bezig geweest. Dus Koen Scharrenberg is een vriend van me. Van vrienden van ons. Dus of hij sliep bij mij, of ik sliep bij hem. Of hij bleef op de sportschool slapen hier. Dus we hebben er iets moois van gemaakt. Ja. Hebt hij dingen kunnen optekenen uit je dagboeken? Nee. Hij heeft het dossier erbij gepakt. Dus hij heeft het hele dossier uitgespit en gedaan. En dingen die ik zelf nooit gelezen had, die kwamen allemaal boven water. Ik denk bij mij, ja, heb je toch netjes gespit in dat ding. Ja, precies. Ja. Dadelijk de presentatie van het boek. Ja, donderdag, ja. Het wordt geen overgrote geheel, want je bent geheel onthouder. Nog steeds. Nooit aan de theezooi gezeten. Ja, groene thee. Ja, wel aan de thee, aan de groene thee, maar niet aan de teringzooi. Never, nee. Maar ja, het wordt hier afgestampt druk. Ik denk dat we 300-400 man verwachten. Ik heb natuurlijk alles al geregeld. Veel motorgeweld? Zeker motorvrienden komen ook natuurlijk, dat is ook erg leuk. Iedereen komt. Dus welkom, happy, drankie, alles wat klaar. En het is een absoluut aanbevelingswaardig boek, want niks blijft onbesproken, ondanks het feit dat je van onbesproken gedrag bent. Ja. Vanuit je verleden of heden. Maar ja, het is best allemaal nog naar de actualiteit ook te vertalen, vanuit je verleden of heden. Ja, het is wel actueel. Ja, dit blijft altijd actueel voor de mensen. Dat vinden ze allemaal wel leuk, op de een of andere manier. Nou ja, goed, ik neem het blad van mijn mond. Ik ben gewoon eerlijk, ik ben gewoon open. Komen er nog verjaardagen, misdaden op de ploppen? Nee, die heb ik niet. Dus, ik heb ook wel boete voor gedaan. Zelfs nog meer dan dat.
Ja, je bent zelfs gaan zitten voor iets wat je helemaal niet geweten hebt. Nee. Is daar vanuit de politie-justitie op een of andere manier nog een verklaring opgekomen dat ze je geloven? Nee joh, ik praat niet met hun en hun praten niet met mij. Dus, daar hoor ik nooit wat van. Nee, precies. Ik heb wel een oud regisseur, ben ik laatst tegengekomen. Martin van Opstal, die man is al bejaard en in de fut natuurlijk. Je wist wel dat het uit de andere hoek kwam. Hij zegt van Jan, ik heb nooit gedacht dat het zo zat. Hij zegt, we hebben altijd gedacht dat Henk Smol erachter zat. Nou ja, dat was dus helemaal niet zo. Het was toen heel erg opgeblazen in de media. Ja, Henk Smol zat er niet achter, dus dit is het verhaal. Want hij had meer met John Smit te stellen. Ja, dat was wel een hoop aan de hand. Met allerlei diefstal en de meest brede zin des woords. Hij ging met zijn dochter van Henk Smol, toen had hij daar nog even afgepikt van Henk Smol. Dus ja, die had misschien wel reden toe. Maar ja, ik heb daar voor de rest helemaal geen ding in gehad. Nooit beschreven schaats? Nee, voor mij niet, man. Ik zit tegen een aanleiding in de radio, dus voor mij is het klaar. En daarmee heb je dat dan ook inderdaad in boekvorm afgeleverd en dan hoeven ze dat nooit meer naar je te betalen? Of komt er nog een tweede editie? Weet je wat het is? Het hele kickboxcarrièretje wat ik gehad heb, het is misschien niet veel, maar ik ken er nog wel een boek over schrijven. Dus eigenlijk zou ik toch wel willen deel 2 met kickboxen en deel 3 over de motorclubs. De trilogie laten schrijven, schijnen. Laten we hopen dat er van komt, zou leuk zijn. Mensen die niet uitgenodigd zijn, heeft het zin om hier op de prop te schijnen? Kom lekker langs. Er staat een stand met boeken, dus je kan een boek kopen. Als je het lief vraagt, doe ik een krabbeltje erin geven, dan heb ik geen probleem. En alles vanuit de kofferbak verkopen? Nee, geen kofferbak. Het is gewoon een originele stand dat er staat. Dus je gaat het via de officiële boekhandel allemaal onder de mensen proberen te krijgen. Jantje ook. Is daarmee alles wel zo'n beetje gezegd qua titel? Wat je ziet is wat je get, maar ga het boek lezen, ik denk dat je het leuk vindt. Tough is not enough. Ten alle tijden. Dus er komt nog een tweede boek. Waar je een nog dieper gegraven wordt. Nou, de graven gewoon lekker over het sporten, joh. En de derde lekker over het motorrijden, dat vind ik ook leuk. En de hazenlippen familie hoeft niet bang te zijn dat je nog even op komt zoeken? Ik heb niks met ze, dus zoek het maar uit. Degene wie het betreft en behelst, die weet genoeg. Ja, maar weet je wat het is? Vanaf 1995 dragen ze dat al mee, weet je wel. Het ging natuurlijk om mevrouw Hazelip, dan om meneer Hazelip. En dan de Hazelip zo even erbij natuurlijk. Maar de meneer en mevrouw Hazelip, ja, die weten echt wel goed. Vanaf 95 zit het in hun hoofd, in hun hart, wat ze gedaan hebben. Dus ja, en die liquidatie is gekomen door mevrouw Hazelip. Dus dat is duidelijk dan. Met het schrijven van dit boek blijft het toch lang rustig op Rotterdam-Zuid en ook in Groningen. Rotterdam-Noord. Ten alle tijden, ten alle tijden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, had het laatste woord. Wordt een mooi boekje, ja. Nog wat aan toe te voegen, zeker op af te dingen? Thanks fucking Hazelip dat je dit zo gedaan hebt. Neem het op jouw harten. Ja, goed. Hierin beschreven staat en dat je ook het voetje hebt geholpen. Dat je ook Jantje, zo'n boek is absoluut een bestseller in wording. En zo. Awesome, man.